Yo mensen, mijn naam is Jan, ook al raske genoemd, met vandaag weer een nieuw Modern Warfare 3 commentaar. Ik neem dit commentaar nu voor de tweede keer op, omdat mijn stem echt helemaal kapot is. Je hoort het ook al aan mijn stem, ik heb een beetje zo'n... Uh, zo'n dingetje in mijn stem, zo'n kraak in mijn stem, dat was heel raar wat ik net deed, maar dat maakt niet uit. Maar oké, okay, ik ga gewoon dit commentaar voor jullie opnemen. Vanochtend zat ik ook op school en opeens was mijn hele stem... Dus ik, ik praat echt zo... Hallo jongens, ik heb geen stem meer... Maar ja, dat doet er niet toe. Ik neem gewoon dit commentaar voor jullie op mijn stemmers weer terug. Maar de gameplay op de achtergrond komt uit mijn livestream van gisteravond. En ik zal heel veel wat uitleggen over die livestreams. Want ze staan namelijk niet meer op mijn kanaal. En je kan ze niet meer kijken. En ik heb namelijk gisteravond twee uur lang Modern Warfare 3 gelivestreamd. Ik heb drie kwartier lang Hoofdrond gelivestreamd. Ik heb net nog anderhalf uur Call of Duty 4 met Facecam gelivestreamd. Alleen ik heb ze allemaal op privé gezet. Maar dat komt doordat ik niet echt blij was met die livestreams. In die livestreams was ik niet mezelf. Ik speelde niet zoals ik altijd speel en eigenlijk elke gameplay die ik upload. En dat vind ik echt jammer. Daarvoor heb ik ze op privé gezet. Ik wil niet dat jullie me zo leren kennen. van ja, Jaraskij kloot gewoon een beetje op dit spel. Want ik speel eigenlijk altijd als ik Call of Duty speel. ik speel tactisch. ik denk na. Nou... Over wat ik doe. En dat heb ik in al die livestreams niet gedaan. Daarom heb ik ze even op privé gezet. En van de week komt er gewoon weer een normale livestream. Waar ik wel gewoon mezelf ben. Die dus ook gewoon online blijft staan. Dus vraag niet meer van waar zijn die livestreams heen. Want ze staan op privé. Dus je kan ze helaas niet meer kijken. Ik heb er ook een paar gedelete. Omdat ze echt gewoon bagger slecht waren. Maar sorry daarvoor. Sorry dat die livestreams een beetje slecht waren. Maar ja, daar kan ik zelf ook niet heel veel aan doen. Ik was gewoon even niet mezelf. Mijn stem was toen tijd ook al helemaal naar de kloten. Dus. Door naar de gameplay op de achtergrond, anders ben ik weer te lang aan het lullen. Gameplay op de achtergrond is een ACR6 met 8 moab. Op de map Interchange. Hij kunt ze dus uit mijn livestream van twee dagen terug. En mijn perks zijn Scavenger Assassin en Stalker. Mijn specialist perks die ik unlocked zijn. Hardline Event en Blast Shield. En ik heb deze gameplay uitgekozen om de tactiek met jullie te bes gaan bespreken. Want de tactiek is namelijk controleer de map. En met controleer de map bedoel ik als eerste niet van controleer de hele map. Ga gewoon als een kip zonder kop rondrennen in die map. En uh, Kijk gewoon of je goede scoren kan halen. Maar met controleerde map bedoel ik: leer je map kennen. Leer de gangjes kennen. Leer de spans kennen in elke game mode die je maar speelt. En loop niet een rondje door de hele map. Maar loop een tactisch rondje. Dat doe ik hier ook. Ik sta nu bij de pilaren hier onder de brug. Zometeen loop ik door hier rechtdoor naar de tunnel toe. Als ik de tunnel uitkom, loop ik weer onder de brug door naar de jeep toe. En dan kom ik daarna weer terug. En zo loop ik eigenlijk de hele tijd dat hele rondje toe. En. Ik loop hier omdat ik de rest van de map, de spans, niet ken. Ik ga hier niet recht vooruit. Ik ga niet naar dat soort van huisje dat hier links staat. Gewoon omdat ik daar de spans niet ken. Omdat ik daar de wegjes niet ken. Omdat ik die hele kant van de map niet ken. Omdat ik altijd hier rondloop. En dat is echt een supergoeie tactiek om toe te, te passen op elke Call of Duty. Je moet gewoon een beetje de map leren kennen. Je moet de spans sowieso kennen. Want op elke Call of Duty zijn de spans gewoon echt kut. Ze spannen voor je, achter je, links van je, onder je, boven je, rechts van je. Overal Spanners zijn. Als je de spans niet kent, dan ga je gewoon de hele tijd dood. Als je op een lekkere killstreak zit, dan word je gebackreaped. Dan wil ik weer niet weten wat er allemaal gebeurt met je, omdat je de spans niet kent. Dus sowieso, als Black Ops 2 uitkomt, wil ik jullie als tip meegeven. Leer meteen de mappen zo goed mogelijk kennen. Ga desnoods even in een private match door de map heen lopen. Van oké, okay, hier is het gangje. Hier kunnen ze spannen. Uh, dit is een mooie spot om te gaan campen. Als je een hoge killstreak hebt. Dat soort dingen moet je echt gewoon kennen uit de map. En als je bijvoorbeeld Domination speelt. Dan moet je niet de hele droekjes om de map gaan lopen. Dan moet je de hele tijd bij de A-vlag gaan lopen zitten. Dan moet je zeg maar van de A-vlag naar de C vlag Van de C-vlag naar de A-vlag. Van de A-vlag naar de C vlag En de B-vlag moet je sowieso ontwijken als je een goede score wil hebben. Want de enemies en jouw teammaten lopen altijd gewoon dwars over de B-vlag heen. Ze lopen nooit een beetje tactisch naar de B-vlag toe of van de B-vlag af. Ze lopen er altijd gewoon dwars overheen en dat is gewoon niet slim om te doen. Als je domineert speelt, dan moet je die B-vlag gewoon een beetje vermijden en proberen dus een goede score te gaan halen zonder naar de B-vlag te komen. En die tactiek moet je echt gewoon een keertje gaan toepassen. Gewoon de hele tijd zoals ik dus ook in dit Free For All gameplaytje op de achtergrond doe. Gewoon de hele tijd... Lopen waar je het vertrouwdst voelt. Niet gaan lopen waarvan je denkt: van Ah, wat de fuck, waar loop ik? Uh, ik ken dit hele stuk niet. Want dan ga je sowieso dood. Dat doe ik dus in deze gameplay ook. Ik loop waar ik vertrouwd voel. Ik hou hier de mol op alweer met mijn ACR'tje. Mocht je de gameplay al kennen, dan wil ik sorry zeggen. Maar ik zou zeggen: Als Black Ops 2 uitkomt, leer dus even meteen de mappen kennen. Speel ook gewoon met het wapen dat je het fijnst voelt. Ga niet met een dom wapen rondrennen als je er niet mee kan omgaan. Je kan er wel mee leren omgaan. Maar dat duurt ook, kost ook weer tijd. Duurt lang. Maar de gameplay zit erop, jongens. Geef deze video alsjeblieft een duimpje omhoog. Let niet op mijn stem, want hij wordt alleen maar slechter naarmate ik dit commentaar opneem. Ik zie jullie morgen gewoon weer met een nieuwe commentaar. Misschien een livestream, maar ik denk het morgen niet. Maar gewoon wel gewoon een commentaar, jongens. Dus tot morgen. En bedankt voor het kijken. Bye-bye.